Welkom bij een aardrijkskunde podcast, hoofdstuk 9, Indonesië. Indonesië als ontwikkelingsland. Dit is volgens de methode wereldwijs, aardrijkskunde 4-5. Dit is dus domein ontwikkelingsland en het gaat over Indonesië. Dus tevens examenstof. Paragraaf 2. Paragraaf 2 gaat over een complexe natuur met veel natuurlijke hulpbronnen. En de centrale vraag in deze paragraaf: waarom is subductie en vulkanisme onlosmakelijk verbonden met Indonesië? Welke klimaten kent Indonesië? Welke natuurlijke gevaren kent Indonesië? En hoe komt het dat Indonesië zo rijk is aan delfstoffen? We zien hier een kaartje van Indonesië met heel duidelijk verschil in kleur als we kijken naar de zeeën, de oceanen. Je ziet Indonesië ligt wat hoger, daarom ook wat lichter. En aan de zuidkant van Indonesië zie je een subductiezone. Hier heb je een tekeningetje ervan. Je ziet dat de oceanische plaat onder de voorloops van een continentale plaat doorgaat. En dat je dan een boog krijgt van eilanden. Dus de archipel Indonesië. Hetgeen wat je op het kaartje ziet, zie je dus weer. En de pijl Java is gelijk aan vulkanisme. Dus het is logisch dat er veel vulkanisme te vinden is in Indonesië. Subductiezone is al eerder genoemd. Uitleg van een subductiezone en andere platentectoniek kun je in de podcast Aarde terugvinden en beluisteren. Maar zoals net al verteld, langs die subductiezone waar platen onder elkaar doorschuiven, bevinden zich veel vulkanen. Dus Indonesië is ook rijk aan vulkanen. Welke klimaat heeft Indonesië? We beginnen met het meest voorkomende klimaat, dus het tropisch klimaat. En waarom is daar een tropisch klimaat? Nou, het ligt op de evenaar en op de evenaar heb je stijgende lucht omdat het warm is. Daardoor ontstaat wolkvorming en regen. Dus het wordt heel warm op een dag, er verdampt heel veel. Aan het eind van de middag heb je regen en daardoor ontstaat dus een tropisch regenwoud. Maar het is niet alleen maar tropisch regenwoud. Maar daar komen we zo meteen op terug. Dat lage drukgebied, dat zie je hier, daar stijgt dus de lucht. Even naar vervolgens kan het niet meer verder, omdat ja, de atmosfeer houdt op. Dan buigt het af naar het noorden en naar het zuiden. En als het dan redelijk is afgekoeld, dan daalt droge lucht op 30 graden noordenbreedte en 30 graden zuidenbreedte. En dat zijn de breedtes waar ook de woestijnen zich bevinden op aarde, maar dus niet waar Indonesië ligt. Maar dat is dus hoge drukgebied. Dus daar waar lucht stijgt, ontstaat een lage drukgebied. Daar waar lucht daalt, is een hoge drukgebied. Het verschil tussen hoog en laag, dat wordt opgeheven door wind. Dus over de hele wereld gaat van hoog naar laag de wind waaien. En dus van 30 graden noordenbreedte naar de evenaar en van 30 graden zuidenbreedte naar de evenaar. Nou, dit is een standaard model wanneer de zon loodrecht op de evenaar staat. En dat is 21 maart ongeveer en 21 september. Dus begin van de lente en van de herfst. Nog een keer ander plaatje zichtbaar. Je ziet warmte van de zon. Daardoor stijgt op de evenaar warme lucht. En dan ontstaan bijvoorbeeld wolken en regen. Vervolgens gaan ze naar noorden en naar het zuiden. En heb je aan beide kanten een hoge drukgebied waarbij je dalende lucht hebt. En dat heft elkaar weer op, zodat hoog naar laag gaat. En je krijgt het proces opnieuw. Als je het over de wereld bekijkt, is dus overal tussen 30 graden noordenbreedte en de evenaar een wind die van hoog naar laag gaat. En dat heb je ook op het zuidelijk halfrond. Maar dat is schematisch. En nu komt het ingewikkelde waardoor er verschillende klimaten heerst in Indonesië. Dus de aarde staat niet recht, maar in een hoek van 23 graden. Dus een beetje schuin. Dus de Noordpool zit niet helemaal bovenaan, maar een beetje op dit tekening een beetje naar rechts getekend. En de aarde draait om de zon heen. Dus als je goed kijkt, dan zie je dat helemaal links het plaatje, dat het noordelijke halfrond constant
in het licht zit. En het maakt niet uit hoe de aarde draait, dat blijft licht. Dus dan is het daar warmer. En als je rechts kijkt, dan zie je dat de zon voornamelijk op het zuidelijk halfrond richt. En daar dus zijn warmte kwijtgaat. En dat het dus daar op het zuidelijk halfrond warmer wordt. Dit plaatje laat het misschien nog wel duidelijker zien. Kijk, de hoeken die blijven gelijk, maar de aarde draait om de zon heen. En dan heb je in onze zomer, in juni, staat de zon loodrecht op de Kreefskeerkring. Oftewel, het noordelijk halfrond wordt warmer. En een half jaar later staat de zon voornamelijk op de Steenbokskeerkring. En wordt dus het zuidelijk halfrond warmer. Dit is van belang om te weten, omdat het lage drukgebied, zoals in het eerdere plaatje getekend, is het warmste punt van de aarde, ontstaat daar het lage drukgebied. Maar als de zon naar het noordelijk halfrond toeschuift als warmste punt, of het verschuift naar het zuidelijk halfrond als warmste punt, dan verschuiven die lage drukgebieden met zich mee. En die lijn over de hele aarde zie je hier getekend in rood en in blauw. En die lijn, dat noemen ze de ITCZ-lijn. Dat verschilt omdat de aarde dus in die hoek zit en de stand van de zon verandert. We gaan het even bijlangs. Je ziet eerst de rode lijn. De rode lijn is de temperatuur, of de ITCZ-lijn in juni. Het is op het noordelijk halfrond warmer, dus die lijn verschuift naar boven. Kijk goed waar Indonesië ligt en dan zie je dat voor Indonesië dus in juni de wind vanuit Australië komt. Een half jaar later is die lijn verschoven en zijn de winden dus ook verschoven. En dan zie je dat voor Indonesië de wind vanuit het zuidoosten, of noordoosten komt. En dat is vochtige lucht vanuit de oceaan. Dat die lijnen niet helemaal recht lopen, zoals het tekening schematisch weergeeft, heeft te maken met het albedo-effect. En dat is dat zee warmt minder snel op dan land. Dus het warmste punt op aarde verschuift de hele tijd, maar bij zee is die verschuiving minder dan op land. Dus daardoor loopt die lijn niet recht. Maar wat betekent het nou? Dat in januari, wanneer voor Indonesië de wind vanuit het noordoosten komt, heb je een westmoesson en die is vochtig en dus heb je veel neerslag. Dus maakt niet uit waar in Indonesië, in januari regent het voornamelijk. In juli heb je een oostmoesson en dan komt de wind vanuit Australië. En dus hoe dichter bij Australië bent, hoe droger de lucht. Dus dan heb je daar minder regen, oftewel een droogte seizoen. En naarmate je verder doorgaat naar het noorden of naar het westen, komt er steeds meer vochtige lucht vanuit de oceanen en gaat het alsnog regenen. En heb je geen droogte seizoen. En je hebt het weer over afstanden van 2.000-3.000 kilometer. Dus als wind 2.000 kilometer over zee gaat, is hij allang weer vochtig. Dus dan zie je ook dat in het noorden van Indonesië een tropisch regenwoud is, waar het dus altijd regent. En ga je meer naar het zuiden, oosten, dan zie je dat er ook een droogteperiode is. Nogmaals, vochtige lucht vanuit januari en in juni droge lucht vanuit Australië. Dat kun je terugzien op de kaartjes. Dit zijn klimaatskaartjes van Sulawesi, wat dicht bij Australië ligt, en Borneo, wat verder naar het noorden ligt. Dan zie je dat, omdat Sulawesi invloed heeft van de droge moesson vanuit Australië, dat het daar in de zomermaanden, althans onze zomermaanden, dat het daar droog is. Terwijl de temperatuur gewoon met die zwarte lijnen constant is. En in Borneo zie je dat ook in juli, augustus, september, ondanks dat het iets minder is, toch genoeg regent. Het gevolg, januari is dus heel Indonesië regen. En door de droogte in het zuidoostelijkste delen van Indonesië, door de droge lucht van Australië, krijg je een AW-klimaat in Sulawesi. Dus dat is een moesonklimaat. En de AW staat voor tropisch klimaat, maar wintertrokken. Oftewel, winters zijn droog. En dan heb je dus een droogteperiode. Dit staat ook in je atlas, dus maak daar gebruik van.
Maar het is even dat je ook moet kunnen verklaren waarom het ontstaat. Nou, naarmate de lucht in juni naar het noorden of noordwesten waait, neemt ook het vocht op van zee, even een herhaling, en valt de regen. Dus je hebt ook gebieden in Nederland, of in Indonesië waar het hele jaar door regen is. En dat noem je een AF-klimaat. En dat is een tropisch regenwoudklimaat. Je hebt drie klimaten in Indonesië. Dus een AF-klimaat, waarbij, zoals het plaatje laat zien, stijgende lucht en valt regen. En je hebt het hele jaar door regen, dus een regenwoud. Altijd boven de 18 graden, het hele jaar door neerslag. En je hebt dus stuwingsregen of stijgingsregen. En stijgingsregen zie je het plaatje van. En stuwingsregen, dat is regen doordat lucht tegen de bergen aankomen en daardoor moeten stijgen. En omdat ze stijgen, koelen ze af, kunnen ze minder vocht bevatten en gaat het regenen. Dan hebben we een AW-klimaat. Dan zie je dat enig gedeelte van het jaar regent het heel veel. En het andere gedeelte is het juist droog. En net al verteld, dat komt door de lucht die de ene keer vanaf zee komt vanuit het noordoosten en de andere keer vanuit het zuidoosten vanuit Australië. En dan heb je nog het derde klimaat, dat is een CF-klimaat. Dus eigenlijk een beetje het klimaat wat we in Nederland hebben. En de enige verklaring die je daarvoor kunt geven is omdat het soms in wat hoger gelegen gebieden zijn, want Indonesië heeft veel bergen. En die bergen hebben normaal gesproken een E-klimaat, althans op onze breedte. Maar omdat het op de evenaar ligt, wordt het er niet zo koud, maar wel koud genoeg om niet meer tropisch te zijn. Indonesië kent ook natuurlijke gevaren. Overstromingen, veel regenval. Maar ook tsunami. Dus tsunami kan zorgen voor overstroming, veel regenval en relatieve zeespiegelstijging. Dat wil zeggen dat het land stijgt niet, maar de zeespiegel stijgt wel. Dus er zal vaker een overstroming ontstaan. En hier zie je op het kaartje dat een groot gedeelte van Indonesië kwetsbaar is voor overstromingen. Het land heeft ook veel aardbevingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de platentectoniek, de subductiezone. Die platen schuiven om elkaar door. En dan zie je ook in het eiland Java dat daar de meeste kans op doden en gewonden door middel van een aardbeving is. Niet alleen dat het daar heviger is, maar er wonen ook veel meer mensen. En dan hebben we nog vulkanische uitbarstingen. Het is een archipel, een eilanden. Groep ontstaan door vulkanisme. Dus vulkanisme is ook vaak aanwezig en veel uitbarstingen. En dan kan schade ontstaan door pyroclastische wolken. Dus dat zijn die uitbarstingen van een stratovulkaan met hete gassen en puin. En dat gaat met een snelheid van over de 100 km per uur. En als je daarin komt, dan kun je eigenlijk niks meer. En het heeft iets later vaak, als het gaat regenen, je hebt tropisch regenwoud en je hebt heel veel as en heel veel puin, dan ontstaan modderstromen. En die modderstromen kunnen ook hele dorpen meenemen. En dan heb je zee, dat is aardverschuivingen. Dus een plaatje van daar waar de aarde in beweging komt, ook met modderstromen. Dat zie je ook voornamelijk op de eilanden die wat zuidelijk liggen, langs de subductiezone. Rijk aan delfstoffen. Indonesië heeft heel veel delfstoffen. Hier zie je een kaartje. Olie, gas, steenkool, goud, tin enzovoort. En veel delfstoffen door vulkanische activiteiten en plooiingsgebergten. Dus dat er onder druk en temperatuur nieuwe stoffen ontstaan. Dus eigenlijk metamorfgesteenten of dat er goud ontstaat. Nou, waarom is het nou juist in gebieden van vulkanisme, dit soort activiteiten? Dat komt omdat er natuurlijk heel veel lava en magma stolt. En elk gesteente, elke stof eigenlijk, stolt op zijn eigen temperatuur. Dus goud stolt op een bepaald moment, tin. En
Dus als magma langzaam afkoelt, dan komen de gouddeeltjes bij elkaar, dan komen de tindeeltjes bij elkaar. Die hebben allemaal hun eigen moment van stollen en gaan dus op hetzelfde moment drijven op magma. Dus doordat het eigenlijk een compleet gebied is wat gestold is, hè, dus het is vroeger vloeibaar en het is later is het gestold en daardoor ontstaan die eilanden, liggen al die delfstoffen dicht bij elkaar. En je vindt voornamelijk goud, zilver, tin, koper, nikkel en bauxiet. Dan heeft Indonesië nog ontzettend veel aardolie. Het hoort ook bij de OPEC-landen. Dus het is een grote speler als het gaat om aardolie en aardgas. En dat zit ook allemaal onder de bodem, onder in de bodem. Dus Indonesië hoeft niet te klagen als het gaat om delfstoffen. Centrale vraag in deze paragraaf waren: waarom is subductie en vulkanisme onlosmakelijk verbonden met Indonesië? Indonesië is nou eenmaal ontstaan op een subductiezone en uit vulkanen. De klimaten die Indonesië kent is een AF-klimaat, tropisch, waar het hele jaar door regent, en een AW-klimaat, een tropisch klimaat, waar het een periode niet regent. En we hebben, als je op grotere hoogte komt, nog een CF-klimaat. En je moet natuurlijk ook weten dat dat door de moesson komt. Nou, de natuurlijke gevaren is vulkanisme, aardbevingen, landverschuivingen. Dat heeft ook allemaal te maken met het gebied waar het ligt en relatieve zeespiegel of overstromingen niet te vergeten. En hoe het komt dat Indonesië rijk is aan delfstoffen, heeft te maken met de aanwezigheid van vulkanisme en plooiingsgebergten. Dit was het einde van paragraaf 2, hoofdstuk 9 Indonesië. Bekijk ook de andere podcast van dit hoofdstuk en succes met het leren.